Congo in Vlaanderen. Ja. Hé, hey, dat is fantastisch. Ik wist niet dat dat bestond. Congo in Vlaanderen. Ja, dat bestaat. Hey? Ja. Wij heffen het glas op de vriendschap en samen met alle Antwerpenaren dat het een goed jaar mag zijn. Antwerpen is een stad waar heel veel verschillende culturen, mensen samenleven. En dan doen we het altijd deugd om bij het begin van het jaar samen het glas te heffen, een soep te nemen, een frietje weg te steken en eigenlijk elkaar het allerbeste toe te wensen. Dat is een mooie traditie en die zetten we dit jaar onder de zon ook verder. Waarom ben je hier gekomen? Voor de nieuwjaarsdrink van de stad Antwerpen. Ja, gelukkig nieuwjaar voor de alle Antwerpenaars. Ik ben Krishna van de Kontig. Dankjewel. Dag. Mooi op een rijtje staan ze, klaar om iedereen de hand te schudden. Het nieuwe scheepcollege van de stad Antwerpen, voor één keer feestelijk uitgedost. Je staat vandaag hier zo vroeg, waarom? Het is vandaag de nieuwjaarsreceptie van de stad Antwerpen en alle Antwerpenaars komen dan hier samen om elkaar de beste wensen voor 2015 toe te wensen. Jonge meisje, je staat zo vroeg hier, waarom? Waarom? Omdat bij de tram, anders vorig jaar was de tram heel vol en nu wouden we extra vroeg komen omdat anders we geen plaats meer hadden. Een pintje drinken hier en een pintje drinken daar, hè. Zo blijven we bezig, hè. Jarenlang een traditie. Om 11 uur komt heel Antwerpen buiten om hier op de Grote Markt kerstmis, nieuwjaar te vieren, beter gezegd. En het ongelofelijke is dat het al meer dan 10 jaar altijd goed weer is. De zon schijnt altijd. Dus dat betekent dat de zon schijnt over Antwerpen. De mooie traditie van Antwerpenaar mag niet weglaten zomaar. Ah nee, want Antwerpen is, en ik zeg dat, ik ben al meer dan 10 jaar schepen in Antwerpen. Antwerpen is een stad van heel veel tradities. En de goede tradities die moeten houden. En de slechte tradities of de slechte ervaringen, daarvan zeg ik altijd. Daar hebben we dan alle jaren nieuwjaar voor om daar afscheid van te nemen en om vooruit te kijken. Wel, we vieren natuurlijk een gelukkig nieuwjaar voor iedereen. En we willen mensen ook, we willen dat niet alleen in woorden doen, maar ook in daden. En daarom geven we een grote nieuwjaarsreceptie zoals het hoort in België, met frieten en met bier. Dat is elk jaar, in de eerste weken van januari, elk jaar sinds 5-6 jaar al. Het is lang aanschuiven en het heeft nog langer geweest ook. Het is altijd vrij druk en massa volk. Maar toch, genoeg voor iedereen. Genoeg voor iedereen, zeker en vast. Dank u wel. Geen dank. Oh, frietjes en chocomelk en koffie en soep, eigenlijk van alles. Is dat gratis of moet je betalen? Het is gratis. Dus staat gauw van iedereen? Ja. Ja. Oké. Dat is wel lang aan schuiven. Heb je nog geluk? Ja, denk het wel, want meestal staan ze hier wel langer aan te schuiven. Dus. Frietjes eten. Lekkere frietjes van Antwerpen. Nee, alle burgers van Antwerpen, dat is een mooi moment. Het is een traditie om elkaar de beste wensen toe te wensen op nieuwjaar. En hier kun je dat doen met duizenden Antwerpenaren. Dat is echt een mooi moment. En wat vindt u van sfeer zelf hier op de plaats? De sfeer is top, het weer is goed. De mensen kunnen frieten eten, glühwein drinken, chocomelk drinken. De sfeer is altijd goed. Ik kom mensen tegen die je soms een jaar niet gezien hebt. Andere mensen die je regelmatig ziet, maar de sfeer is top. Oh, what did you do?
Ik moet zeggen, sinds ik hier sta, heb ik alleen maar mensen een hand gegeven en een zoen gegeven. Maar ik denk dat ik straks wel iets zal proeven. Maar ik heb me ook voorgenomen, na de afgelopen 2 weken, waarbij dat er heel veel kalkoenen en kroketjes en wat weet ik, om nu mijn nieuwjaarsdag niet direct frieten te gaan eten. Maar ik zal er toch van genieten, zonder dat ik frieten moet eten. Ik heb dat al genoeg gegeten de afgelopen dagen. Maar ik wens vooral iedereen een heel gelukkig, warm, gezond 2015 met heel veel welvaart voor iedereen. Gelukkig nieuwjaar 2015 en er komt toch een verandering van jullie. Ja, absoluut. Maar ik hoop dat 2015 een jaar brengt dat we de crisis eindelijk achter ons kunnen laten. En dat we er vooral kunnen voor zorgen dat we samen economisch vooruit gaan, dat iedereen werk heeft. En dat we ja, een heel mooi, vreugdevol 2015 hebben. Wow, ik hoop dat... in Antwerpen gaat eigenlijk alles goed. We hebben meer dan 170 nationaliteiten en eigenlijk leven die vrij goed samen. En een beetje een hoop. In nieuwjaar moeten altijd hoop uitspreken. De hoop is dat mensen in andere delen van de wereld en Antwerpen ook vreedzaam leren samenleven. Dat is misschien een hoop die ik zou willen uitspreken. Wel, ik weet niet of ik veranderd ben, maar in elk geval, mensen herkennen soms wie ze kennen van tv niet onmiddellijk in het echt, omdat ze gestalte niet kennen, maar ik ben en blijf nog altijd dezelfde. Ja, maar ik denk dat druk is maar iets relatiefs. Soms is het te druk, maar het is er vooral op aan. De afgelopen dagen waren dagen dat je wat tijd doorbrengt met vrienden en familie, waar dat je in de loop van het jaar wat weinig tijd voor hebt. Maar nu kijk ik er naar uit om er volop 200% voor te gaan. En ik wens aan u en al de Congolese vrienden in deze stad een zeer mooi en een zeer goed 2015. En voor thuis zoveel mogelijk vrede. Dat hoor ik graag. Dank u wel.